Goedenavond. Schrijf maar een plusje als jullie me goed kunnen horen. We wachten op jullie reacties. Heel goed, dank jullie wel. We zijn vandaag hier voor onze presentatie over digitale garanties. Laten we naar de volgende slide. En zeg maar aan mij wat jullie hier kunnen zien. Dus nieuwe digitale evolutie, digitale garantie in slechts één klik. Vandaag gaan wij aan jullie vertellen wat jullie kunnen krijgen, wat voor producten, wat voor diensten dankzij jullie tokens. En voor diegenen die mij nog niet kennen, ik ben een vertegenwoordiger van ambassadeurs in Italië, consument community partner programma, nieuwe evolutie wereld. Ik ben ook een gecertificeerde master profi coach, genie van financieel kost en ook een lid van de World General for Peace en ook een particulier investeerder. Ik kan heel veel over mij vertellen, 4-5 uur, maar toch is onze presentatie niet aan dit onderwerp gewidmet. Vandaag gaan wij jullie vertellen wie wij zijn, wat voor missie hebben wij, wat wij bieden jullie aan, wat voor tools gaan wij gebruiken, wie zijn onze eindelijke gebruikers en wat is een digitale rating en het laatste punt, het belangrijkste punt zal zijn het creëren van nieuwe banen. Want vandaag, als wij tekort zijn aan nieuwe banen, zijn heel veel mensen erin geïnteresseerd. En dus wat kunnen we ermee kunnen doen en aan andere mensen helpen binnen dit project. We gaan ook een klein beetje vertellen over onze geschiedenis. En dus ons project is gebaseerd op een academie van private investeerders. En het doel ervan is om een financiële letterheid te geven aan mensen. Ontstond in 2011 en heel veel mensen hebben hun studie al afgerond en in het jaar 2019 begon het programma Crypto Unit en daarna in 2021 was ons innovatieve product geboren die nieuwe garanties, nieuwe digitale evolutie heet. Dus laten we beginnen met de Academie van Private Investeerden. Hier kunnen jullie lezen dat het een online portaal is met 10 jaar ervaring. Er zijn meer dan 1.650.000 geregistreerde gebruikers uit meer dan 176 landen. En alle docenten hebben een heel goede en uitgebreide ervaring in investeringen en financiën. En we bieden ook offline en online cursussen, individuele cursussen en 1-op-1 training en mentorschap. We werden begonnen van het jaar 2011, dus onze ervaring is heel groot. En wat doen wij
dit jaar, in het jaar 2021. Dus laten we een video opstarten voor de nieuwe mensen die dit project nog niet kennen. Academy of a Private Investor. Who are we? We are an efficient educational system in 21st century. And every day we work hard to get better. We teach how to manage money, how to multiply it and use it reasonably. We give people a complete picture of finance and investment science, personal development and business in 179 countries around the world. We have created and successfully used a variety of programs and workshops that help dozens of thousands of trained and successful investors to enter the market. Our students become investment advisors, portfolio managers and stock analysts. We train to find, analyze, and select tools for successful business development in 20 segments of market. We teach to create investment portfolios and manage it by applying gained knowledge in practice. We support the initiatives of our students and are always open to venture projects. We are ready to bet on the future technologies. We unite people and show the path to financial freedom. We develop you and guide to creation of a new reality according to the concept of the new economic evolution of the world. Instead of asking how much do we earn, it is much more important to understand how we should preserve and increase earnings. And we have answers to these questions. We are the Academy of Private Investors. We have updated our brand to achieve greater efficiency, global reach and ability to share even more knowledge for people, for you. Heel goed. Alles wat jullie hebben gezien is gedoeld om het denken in beleggen te creëren. Dus wat hebben wij binnen 10 jaar periode geleerd? Dus zodra wij volwassen worden, moeten wij beginnen met het werken. En niet allemaal begrijpen het hoe het belangrijk is dit denken in beleggen te hebben. En dus we hebben een verdeelde wereld. Dus een deel van de wereld zijn arm en de andere zijn rijk. Die armen zijn, zijn die mensen die gewoon hun salaris verdienen om hun minimale kosten te dekken. En investeerders zijn die mensen die genoeg geld hebben, genoeg inkomsten krijgen, om in die projecten dit geld te beleggen. Wij moeten een speciale cursus volgen om zo'n een opleiding te hebben, om zo'n een vermogen te ontwikkelen. En wat gaat om het denken in beleggen? En hier gaat het om, om een mens die van de wereld geniet, die volledig rijk bent. En ik wil jullie het video laten zien van onze generaal directeur, die ons gaat iets interessants vertellen. I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth. In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers.
it takes five fingers to make a hand, not one, this, this, or that. In the same way, true wealth consists of five essential elements. Number one is health. To be rich, you need to be healthy. Two is attitude. We need to develop the right attitude to yourself, to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in. Three is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude. Four is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich. But you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And five is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. Ik hoop erop dat jullie hebben naar een video geluisterd en hebben begrepen wat jullie nodig hebben om een nieuwe economische evolutie van de wereld te creëren. Dus dat is onze doel, een nieuwe maatschappij te creëren van die mensen die van hun werk kunnen genieten. Van het werk in die bedrijven waar ze werken. En waar en die producten ervan ze gebruiken. En dus alles wat wij gebruiken, medicijnen, auto's, appartementen, dus alle die producten die we nodig voor ons dagelijkse leven hebben, wat wij al hebben of willen, of willen hebben, als wij met de eigenaars van die bedrijven kunnen zijn, wat zou gebeuren kunnen. Wij konden een constante inkomen hebben. En in dit geval kunnen wij een klant van ons fabriek, van ons eigen bedrijf te zijn. Dat is geen utopie. We kunnen het wel doen dankzij jullie hulp, dankzij multilevel investering, dankzij jullie ondersteuning, dankzij jullie verhalen aan andere mensen, dankzij die woorden dat jullie met alle andere mensen delen. En wij hebben iets, we moeten iets in het algemeen hebben. Iets dat ons samenbrengt. En dus we hebben dit voor jullie gemaakt. Dat is het programma Crypto Unit. Dat is een innovatief trainingsprogramma. En dus binnen dit programma kan je en mede-eigenaar te worden. En er zijn 20 sectoren van het markt. En in de toekomst zullen wij die sectoren uitbreiden. En dankzij onze actieve en inkomsten zullen wij meer en meer bedrijven kunnen verkopen die een deel van ons investeringsportfolio kunnen worden. Dus wat zijn die etappen van onze ontwikkeling? Dus we zijn begonnen in maart 2019 en over een paar maanden zijn we begonnen met het tweede deel van de ontwikkeling. Dus maanden hebben wij een prelancering gemaakt en mensen hebben gezien wat voor een programma is. En vanaf 19 april 2020 zijn we begonnen met die transacties naar onze blockchain. En wij stap op stap
zijn begonnen met de eigenaars te worden. Met de eigenaars van de activa van onze portfolio. En in augustus 2020 hebben wij een goedkeuring gekregen van een commissie in de Verenigde Staten van waardepapieren voor STO. Wat maakt dit token specifiek? En we hebben een controleerbedrijf en controleeragentie die alle regels controleert, alle regels en maatregelen die nodig zijn voor onze token. En we hebben alle goedkeuringen gekregen. Dus we werken niet alleen maar met SEC, maar ook met een Zweedse controleer, regulator. En dus is onze dus heeft onze token 500 miljoen activa. Dus de waarde van onze activa is 500 miljoen. En nadat in diepe onderzoek zijn we begonnen met NDJ, nieuwe project, nieuwe digitale evolutie. En het doel ervan is een nieuwe paradigma en nieuwe kansen aan mensen te geven. Waar gaat het over? Laten we beginnen met dit slide. En waar hebben wij NDJ gecreëerd voor? Waarom hebben wij besloten dit project te creëren? Additioneel aan Crypto Unit. Hier zien jullie de kranten, de artikelen van de kranten. Anderhalf jaar geleden begon het pandemie. We hebben het niet verwacht. En zeker is de economische situatie heel verslechterd. En we moesten thuis blijven en we moesten onze bedrijven sluiten. En wij raakten ons werk kwijt. En de resultaten ervan zullen wij misschien over jaren zien. En heel veel mensen zijn hun werk kwijt, want heel veel bedrijven werden failliet. En gewone mensen wonen nu in heel slechte conditie. Laten we naar de volgende slide gaan. Dus wat gebeurt er nu met de meeste van de mensen? Dus die mensen kunnen hun kosten niet dekken. Ze hebben grote schulden. Ze kunnen hun kredieten niet terugbetalen. Ze zijn nu in de wachtlijsten, want ze kunnen hun kredieten niet terugbetalen. Natuurlijk krijgen ze wat geld van overheid, maar dit is niet genoeg. En ze hebben geen constante werk, ze hebben wat korte contracten die niet genoeg zijn, hun inkomsten niet genoeg zijn om alle inkomstenkosten te dekken. En, dus
ze waren afhankelijk van hun werk, van hun bedrijven waar ze werkten. En nu kunnen wij geen normale leven hebben. Dus wij moeten iets creëren om het hoop terug te hebben. Om de mensen te vermogen, deze eerlijke mensen, hardwerkende mensen, die werden ontslagen, die door die pandemie, door de virus, door deze onverwachte situatie in heel slechte condities nu werken. Dus we moesten aan hen weer hoop te geven. En betrouwbaarheid, dat is een heel belangrijk woord die belangrijk is, niet als wij om banken, als het om banken gaat, maar ook om leveranciers die nu moeten op tijd voor de producten te betalen. Niemand is bereid nu te wachten voor de betalingen. Wat is de missie van digitale garantie? Om een langdurige en snelle digitale rating te creëren. Dat is een snelle rating, een snelle tool die jullie kunnen gebruiken binnen een paar uren. En dat is een tool voor particulieren en ook voor bedrijven. Hoe kunnen wij dit gebruiken? Laten we over voordelen van het systeem spreken. Ten eerste, en het belangrijkste is dat jullie geen tijd verliezen. En heel vaak kost het maanden en weken om alle documenten klaar te maken voor de bank. Het is een wachtlijst te worden om vergunning van de bank te krijgen. En hier met één klik gaat je financiële transactie door blockchain. En die transacties zijn ook beveiligd, effectief en zijn ook betrouwbaar. Het gaat om betrouwbaarheid. En dit alles heeft aan ons een heel groot voordeel. We hebben een toegang tot grote mogelijkheden. Dus laten wij naar de volgende slide gaan. Wat voor nut hebben wij ermee? Dus laten wij vergelijken met een traditionele garantie. Het eerste wat de bank je vraagt, is een financiële rating van A-categorie. En jullie moeten ook een tarief van 2 tot 15% te betalen. En ook de tijd om het geld te ontgrendelen is ook lang. En de termijnen van kredieten te geven zijn ook lang. Die zijn van 19 tot 120 dagen. En soms nog langer. En dus jullie dan raken heel veel kansen kwijt. En zelfs zijn deze voorwaarden niet
beschikbaar aan alle mensen. En ze zijn beschikbaar aan een heel klein deel van de mensen. Wat zijn de mogelijkheden tot het gebruiken van digitale garanties? Dus jullie kunnen direct advies over blockchain gecertificeerde digitale beoordeling. Dus alles is transparant. Het gegevens is niet veranderd binnen blockchain. Dus als we één blok veranderen, mogen we toch niet andere blokken van de blockchain veranderen. Dus dat is een garantie van een betrouwbaarheid en veiligheid. Dus jullie hebben een toegang aan een digitale garanties gecertificeerd door smart contracten. En dankzij smart contracten is blockchain als een notariële bedrijf. Alle diensten, alle producten die jullie nodig hebben, kunnen betaald worden door blockchain. Jullie kunnen ook transacties uitvoeren met edele metalen en ook jullie kunnen afbetalingen uitvoeren elke maand. En ook als jullie wat appartement willen kopen of auto willen kopen. Wat hebben wij nodig ervoor hebben om krediet te krijgen? Dus eerst documenten klaar te maken. Die moeten door banken geaccepteerd worden. Daarna moet ik een contract met de bank afsluiten. Wordt gespecificeerd wat voor maandelijke betalingen moet ik uitvoeren en wat voor termijnen zijn. Ik moet ook wat borgsom misschien ook bieden en die als een garantie functioneert. Maar hier hebben wij helemaal ander systeem. Dus wij blokkeren in ons crypto-wallet, crypto-portemonnee, een specifieke betaling om een garantie te bieden aan de bank. De waarde van die tokens zijn dezelfde zijn als de waarde van alle tokens deze dagen is. Ons woordgoed zal groeien zoals alle andere tokens. Jullie kunnen zeker zijn dat de waarde van jullie tokens zal alleen maar groeien en niet dalen. En jullie kunnen ook naar staking tokens versturen en op die manier UNDP en STO-tokens krijgen die jullie elke dag kunnen gebruiken en die ook goed functionerend zijn. Jullie krijgen het geld terug. Die jullie moeten naar de bank betalen. Als wij een traditionele garantie gebruiken, dan is het niet zo makkelijk als met een digitale garantie.
En hier moet je niet zoveel geld. En zelfs als ik nu heb geen geld, zelfs als ik een crisis heb, een crisis, een moeilijke situatie in mijn leven, maar als ik toch wel dat aantal tokens, en als ik dan die tokens als een borg plaats voor de bank, dan zal de bank natuurlijk zeker blijven, veilig blijven. Dus de bank geeft me mijn geld dat ik nu nodig heb. En ik heb dan de kans om een product te kopen dat ik wil. Of de goederen waaraan ik ben geïnteresseerd. En als ik een vertegenwoordiger van een bedrijf ben en ik maak gebruik van bouwmateriaal bijvoorbeeld. En vroeger hebben mijn leveranciers mij termijnbetalingen mogelijk gemaakt. Dus ik heb betaald in 30 dagen, in 120, 180 dagen. Maar nu, bij deze pandemie, waar wij overal hebben, is de onveiligheid. Iedereen wil een garantie hebben. Nu moet ik niet alweer naar een verzekering gaan en dan een verdrag sluiten. Het is nu niet meer nodig. Maar ik dank door mijn digitale rating en door deel te zijn van het project Digitale Garanties, kan ik wel een digitale wallet creëren. En daar ga ik een aantal tokens plaatsen. En de waarde daarvan zal hoger zijn dan het materiaal dat ik wil kopen bij mijn leverancier. En in dat geval hebben jullie ook al additionele inkomens van al die UNTB's die jullie maandelijks gaan verdienen. En dan kan jullie bedrijfspartner helemaal zeker zijn als jullie deze termijnbetalingen voor bouwmateriaal niet meer kunnen betalen, dan mag hij een deel van die token verkopen en zijn geld krijgen, aan zijn geld kopen. De volgende slide, alsjeblieft. Laten we nu kijken wat de belangrijkste innovatie hier is. En dat is natuurlijk de digitale rating. En hier hebben wij een register waar de regeringen de staatelijke organisaties zullen zijn, beleggingsfonden, overheidsorganen, ook ondernemingen, dus registers van ondernemingen die ook natuurlijk een professionele opleiding zullen krijgen. Bovendien komt er ook een heel grote register van particuliere personen, dus dat zijn VIP-personen die ook gaan deelnemen aan die basisopleiding. Dat is natuurlijk een nieuwe technologie, dat is de digitale strategie, een digitaal product. En natuurlijk moeten wij aan die mensen verklaren hoe wij gebruik ervan kunnen maken. We moeten de mensen verklaren wat nu aan de hand is op de digitale markt. Want het is niet mogelijk nu aan deze nieuwe digitale markt te komen. Dus de digitale markt, de cryptomarkt, zonder te weten wat exchange is, wat de munt is, wat crypto is. En wat zijn de wetten die hier in kracht zijn? En wat zijn de belastingen bijvoorbeeld? En je moet ook weten wat voor belastingen je moet betalen in je land. En dus voordat jij gebruik maakt voor ons product, moet jij al een opleiding hebben gevolgd. Mensen die een voorbereiding hebben, die wel een opleiding hebben gekregen, die gaan veel beter werken. En ze zijn natuurlijk dan veel beter beschermd tegen verschillende onaangename verrassingen. Dus waarom hebben we een lijst nodig van die overheidsorganen, van de communale organen? Dat is heel belangrijk. Want als wij een lijst creëren waar alle onze ondernemingen zullen zijn, die kunnen toegang krijgen van die grote borgen. Dus die geldbedragen die wij nemen kunnen garanderen, dan zullen natuurlijk onze ondernemingen de kans hebben om deel te nemen aan verschillende aanbestedingen.
aan die ze vroeger nooit konden deelnemen, want ze hadden geen groot kapitaal dat zij konden als een borg gebruiken. En nu, de onderneming die deel zal uitmaken van ons register, deze ondernemingen zullen wel toegang krijgen aan onze activa, aan onze garanties. En al die ondernemingen, de grote, de kleine, de gemiddelde, ze zullen allemaal de kans krijgen om te werken, zelfs grote projecten. En ze zullen zeker blijven dat die dienst wordt betaald. Want vaak is het zo dat een groot bedrijf overwint bij een aanbesteding en dan ze bestellen kleine bedrijven voor specifieke werken. Soms wordt dat werk van die kleine bedrijven niet betaald, want het was een dagverdraging en ze krijgen enorm heel grote boete. En een onderneming is niet in staat om deze boete te betalen en die gaat failliet. Volgende slide alsjeblieft. Dus we komen terug naar dat woord waarvan wij al zo vaak hebben gesproken, dat de betrouwbaarheid. En voor de volledige betrouwbaarheid moet de register worden gecapitaliseerd. En dat is het waarover wij hebben gesproken sommige seconden geleden. De kapitalisatie van een register zal sommige miljoenen kroe bedragen. Dat wil zeggen, wij creëren een algemeen kapitaal en alle onze gebruikers zullen toegang aankrijgen. En dat is een borgkapitaal, een borgtocht voor al die ondernemingen die met ons willen coöpereren. Dus we hebben al gesproken over al die voordelen. Dus dat is een mogelijkheid om deel te nemen aan overheidsaanbestedingen, inzetten van inkomsten door bedrijven die het podium betreden en voor het openen van een persoonlijk account. Wat betekent dat? Nu hebben jullie de kans om toegang te krijgen aan dat project met een voordeel. Voorrecht in vergelijking met die deelnemers die later zullen. Hier, jullie, wij hebben hier jullie extra inkomens hier geschreven. Dus al die ondernemingen, al die particuliere personen die nu voor de opening van de back-office komen naar ons project, ze zullen allemaal inkomens hebben, onder meer van staking. En hier binnen die register zullen alleen maar betrouwbare mensen zijn, goed opgeleide mensen. En dat wordt alles gegarandeerd door onze kapitaal. Dus onze register is gecapitaliseerd door meerdere miljoen van onze World Crew tokens. En dat alles wordt gegarandeerd door het blockchain systeem. En nu laten we kijken op die slide hier. En wij gaan spreken daarover hoe wij die registers gaan delen. Hoe kunnen jullie gebruik maken van die garanties? Dus dat kan een B2B, B2C of bedrijven en overheden. Dus jij ziet hier groot schep en daar worden nu bepaalde goederen geleverd. En vaak is het zo dat wij bevriezen ons geld, zodat een leverancier kan niet zijn geld krijgen. Nu nog, dus de betaling van een leverancier en ook de levering van het goed aan de klant. En als zeg maar 3 miljoen dollar of 5 miljoen dollar borg geven en mijn geld ligt op de bank en brengt me niets, en zeg maar 2 jaar later, ik ga en ik krijg terug mijn 5 miljoen. Dat zijn dezelfde 5 miljoen die ik ook al vroeger had. Maar natuurlijk, ze hebben aan koopkracht verloren. Want jullie zien toch dat de prijzen van het leven die stijgen dagelijks. En ik moet ook 5 tot 15% betalen aan de bank van het gegeven bedrag van het geld dat ik krijg. Dus daarom is het vaak zo dat het inderdaad een heel groot geld is. En nu stel dan dat het geld 3 of 5 investeert in tokens. En die tokens die groeien in prijs.
Ze groeien als, liggen als borgtocht. Daarom die 2 miljoen, ze zullen al een groter geld zijn in vergelijking dat wat jij krijgt in sommige jaren. Ook de commissie van ons project zijn niet... Jij gaat verliezen, dat is alleen maar 2%. Dus jij krijgt dubbele voordelen, dubbele profieten. Jouw activa groeit en jouw borg groeit ook. Maar dat je nodig had. Ook een additioneel inkomen. Tokens van je borgtocht in tokens. Dus die borgtocht is ook gestegen. De waarde daarvan is gestegen. En dan kun je ook heel veilig je voelen, heel zeker blijven. Want wij werken dan allemaal heel rustig. Natuurlijk garanderen wij aan elkaar door die tokens een rustig schema voor het werk. En hoe kunnen de particuliere personen gebruik maken van ons register? Zeg maar, ik zo een voorbeeld, een verhuur. Wat gebeurt er als ik het huur? Ik moet ook een borgtocht betalen. Hè? Ik betaal een borg voor een appartement, bijvoorbeeld, die is zo groot als 2 maandelijkse betalingen. En geld. Gewoon eigenaar van de appartement geven. Het is beter om de tokens te kopen voor dat bedrag, zeg maar voor $1000. Begin ik met het staking van het geld. En op deze manier, als ik dat geld nodig heb, dan zullen mijn tokens al 2-3 keer meer kosten. En dus door een klein bedrag zal ik kunnen geld verdienen. En dat was hier een voorbeeld met huur van een appartement. Maar dat kan eigenlijk, noem maar op, wat zijn. Ik kan ook meubels kopen of misschien een nieuwe auto heb ik nodig. En hier kan ik heel zeker ook van hetzelfde systeem gebruik maken. En de particuliere personen worden gedeeld in 2 sectors. En ik heb dan 2 opleidingspakketten, waardoor ik toegang krijg aan 2 verschillende projecten. De volgende slide. Nu laten wij kijken wat voor doelen we hebben. Dus doel, nieuwe digitale garanties. Voor de volgende 10 jaar, die cijfers wil ik jullie allemaal nu. U misschien al enthousiast zijn en die zeggen dat het een mooi project is en ik wil dat project graag al morgen vroeg aan al mijn vrienden presenteren. Dus ja, 10 miljoen ondernemingen, dat is ons doel. Natuurlijk is dat geen groot cijfer. Weten jullie hoeveel ondernemingen er zijn wereldwijd? Meer dan 100 miljoen ondernemingen. Dus daarom is het eigenlijk een grote privilege, een groot voorrecht om als eerste deel te worden van onze registers. En voor de particulieren schrijven wij hier het cijfer 100 miljoen particulieren. Dus waarom 100 miljoen? Waarom niet miljarden? Want we willen toch miljarden mensen brengen naar de nieuwe evolutie, economische evolutie van de wereld. Token is beperkt, helaas. En als iedereen van volgens dat schema werken, als iedereen van ons wil die tokens gebruiken, dan zal natuurlijk iedereen van ons, dan zal natuurlijk iedereen blij zijn. Iedereen zal deze kopen. En als we hebben te weinig deze tokens, en er zijn inderdaad weinig tokens voor 100 miljoen mensen, wat zal er gebeuren? Tegen een heel grote vraag naar onze tokens. En hier, zoals wij zien hier op pijltje, dat pijltje zal naar boven gaan en zo zal ook de prijs van onze tokens doen.
alleen maar door de opleiding. Opleiding van particulieren kunnen wij dan een omzet krijgen van 25 miljard dollar. En over ondernemingen. De opleiding kostte al 100 dollar. En het volume van de markt is 800. En natuurlijk hier die cijfers die gaan natuurlijk anders zijn. Want hier heb ik gekeken op huidige prijzen. Maar onze token kan natuurlijk niet 50 cent, maar ook 10 dollar kosten. Dat is ook best mogelijk. Ik ben al nu bereid op al mijn vrienden te bellen en te zeggen, ja, alsjeblieft, doe dat vandaag al nu. Vandaag kun jij al veel dingen doen. Sorry, dus ik weet heel goed wat dat project betekent. Daarom spreek ik nu met zoveel enthousiasme en met zoveel geloof aan dat project. De volgende. Alsjeblieft, en gaan wij nu spreken over nog een heel interessant punt. Dat is, zijn de nieuwe beroepen. Vandaag zijn er drie. Nummer één, dat zijn de signalers. Dus de deelnemers die gewoon maar andere mensen moeten informeren. En zeggen dat zo'n project existeert wel. Die persoon zal geld krijgen alleen maar voor deze informatie die hij. Als andere, dus documenten onderschrijven enzovoorts. Daarmee zal zich de digitale verkoper, de digital seller, zal zich bezighouden. Dat is een professionele verkoper. Die leert de digitale producten te verkopen. Voorbereiding hebben. Hij gaat ook coöpereren met het gehele gemeenschap en wij gaan hem de commissie betalen van elk bedrag. En een signaler zal ook de kans hebben om zijn commissie te krijgen van elk verdrag dat werd afgesloten door de digitale verkoper. Al deze mensen die zich gaan jullie structuren. Natuurlijk, jullie hebben allemaal de voordelen en de voorrechten van al die diensten van die ze gaan gebruiken. We hebben ook de figuur van de digitale manager. Dat is inderdaad een expert die zich bezighoudt met de... En nu de volgende slide, alsjeblieft. Laten we nu spreken over de digitale verkopers. Dat is een professionele verkoper die koopt. Die komt naar een onderneming en registreert een fysieke persoon en ook de onderneming. Dat is een persoon die helpt in met moeilijke situaties. Dat is iemand die goed voorbereid is. Zo goed mogelijk de ondernemingen te adviseren en over verschillende facetten van ons project te vertellen en wat voor eigenschappen moet de digitale verkoper hebben. Volgende slide. Hier zien jullie deze eisen. Dus jij moet een cursus volgen voor de digitale verkopers. En die cursus zal toegankelijk zijn voor jullie. Dus jullie volgen die cursus online in jullie taal. Jullie kunnen dan ook naar de cursus luisteren zo vaak jullie zo vaak nodig. Je kunt dan van huis leren. En het examen kun jij ook afleggen door onze platform. Dat zal alles ook op blockchain kunnen lopen. Bovendien belangrijk. Eisen is je te laten registreren als een individuele ondernemer. Dus je moet niet een particuliere persoon zijn, maar jij moet ook naar een juridisch persoon worden. Je moet ook legaal werken. Laten registreren en de kans hebben om de belastingen te betalen.
alsjeblieft, ik doe een appel op jullie, een beroep op jullie om een juridische persoon op te richten. Natuurlijk ook kijken op onze marketingplan. De volgende slide, alsjeblieft. En wij kijken op een nog een belangrijke professionele figuur. Dat is de digitale manager. En is een persoon die gaat werken voor het bedrijf. Dat is een persoon met een goede opleiding, die is geslaagd bij een examen. Iemand die je goed kent, al die nieuwe digitale producten. Dat is een persoon die al heeft al die nodige certificaten en vergunningen. Dat is iemand die heeft al die kennis, informatie om de verdragen te sluiten. Hier hebben we ook een bepaalde deling. In de A-lijst komen de mensen die niet gaan werken voor derde personen. Dus alleen maar de mensen die voor hun eigen bedrijf gaan werken of met hun eigen back-offices. En jullie begrijpen wel dat steeds als zullen nieuwe ondernemingen zich ons aansluiten en ze zullen allemaal de vaklui nodig, want ze hebben allemaal ondernemingen nodig. En natuurlijk naar de B-lijst komen die mensen die wel kunnen met derde personen werken. Zijn de experten die gaan werken in hun back-offices of in de back-offices van het bedrijf. Of ze zullen ook voor de derde personen kunnen werken. Dus jij moet hier natuurlijk een ondernemer zijn. En dat zullen de experten zijn. Dus dat zullen inderdaad nieuwe professionals zijn. En nu de volgende slide. Ja, dus wat zien we hier? Al die digitale managers worden gedeeld in 5 categorieën, 5 secties. Dus de eerste sectie heet gebruikersactiviteiten. Dan sectie nummer 2, dat zijn mensen die gebruikersrecht hebben. Die zijn geslaagd met 60% tenminste. Ze krijgen dus gebruikersrecht voor de individuele ondernemers. Sectie nummer 3, dat zijn mensen die gebruikersrecht hebben voor de LLC's. Nummer 4, dat zijn gebruikersrecht voor JSC's. Actiebedrijven en categorie 5 zal ook met holdings kunnen werken. Waarom hebben wij dat gedeeld? Dus deze digitale managers. Natuurlijk de opleidings. Pakketten zullen ook verschillende prijzen hebben. Om met een holding te werken, moet je natuurlijk een heel goede expert zijn. En jouw professionaliteit moet heel hoog zijn. Daarom geven we jullie deze voorbereiding. En wij geven jullie ook een professionele opleiding. Dat zijn de voorlezingen die we hebben extra voor jullie voorbereid. En ik heb al het woord vandaag 100 keer gezegd. Opleiding, opleiding, opleiding. En nu laten we kijken wat dat is voor een opleiding. Wat voor een opleiding gaan wij jullie aanbieden, wat dat kan kosten. Misschien denken jullie dat zijn miljoenen dollars. Nee, zo is het niet. We hebben 60 verschillende videolessen voorbereid. Ze zijn gedeeld in 15 secties. Waarom zoveel, denken jullie? Waarom 60 lessen? Waarom zoveel? Want natuurlijk, wij willen werken met die mensen die willen professionals zijn. Ik spreek ook dat ik wil een beetje leren. Ik wil me voorbereiden. Maar ik heb jammer genoeg geen tijd. En daarom hebben wij kleine lessen voorbereid. Dus jij kunt je
auto rijden bijvoorbeeld. En dan jij gaat in een café te eten en jij kunt ook luisteren naar video. College. En je kunt dan in kleine stukjes leren. En dat zijn inderdaad zo kleine stukjes die je naar succes gaan leiden. Dus 15 secties en 60 lessen. En dat is een volledige opleidingscursus die colleges kunnen van belang zijn voor particulieren, maar ook voor grote holdings ook. Dat is wel een voorbereiding voor met 360 graden, maar natuurlijk is het een gepersonaliseerd product. Volgende slide, alsjeblieft. En wij gaan beginnen met de particulieren. Dus ik heb al gezegd dat wij voor de particulieren twee aanbiedingen hebben. En dat is natuurlijk een symbolisch cijfer. Misschien heb je een krediet nodig om zo een opleiding te kunnen betalen. $100? Nee, natuurlijk niet. $100 voor een standaard geeft je al de kans gebruik te maken van de digitale garanties van ons gemeenschap. En jullie zullen dan kunnen werken met de verdragen tussen verschillende partners, maar zonder toegang naar de financiële organisaties. Dus zonder toegang naar geld van banken. Maar als je nu al denkt dat natuurlijk nadat jij 12 maanden hebt dus geleerd in ons systeem, in ons register, je denkt misschien dat jij natuurlijk zult verschillende bankstructuren willen aanspreken. Jij gaat niet alleen maar gebruik maken van de die opleiding zal voor jullie veel meer. Maar vandaag, wij willen dat iedereen met ons project leert kennen. Wij willen in deze tijd van crisis aan iedereen de kans geven om gebruik te maken van de beste aanbiedingen van ons bedrijf in het kader van Rich. Wij willen iedereen leren wat deze innovatieve technologieën zijn die de levens van de mensen kunnen veranderen. Dan zult jij toegang krijgen naar de opleiding, die kost $400. Dus wat wij aanbieden, dat zijn de vijf sectoren. Dus nummer 1 is voor gebruik door. Dus voor individuele ondernemers. De beroepen die autonoom werken, die voor aan zichzelf werken, zoals advocaten bijvoorbeeld of notaris. Dus de mensen die niet een bedrijf hebben, maar die zelfstandig zijn, voor deze mensen kost die opleiding $2,500. En steeds als ik onze lessen toon aan de ondernemingen, steeds als ik deze lessen toon aan onze klanten, de meeste individuele ondernemers zeggen: ja, ik wil een groter pakket. Ik wil een groter pakket dat kost $5,000. En dat bieden wij aan de LLC's, consortia en associaties. Want ik wil worden voorbereid voor 100%. Ik wil in deze nieuwe wereld kunnen werken. Ik wil weten wat dat is, crypto, blockchain, innovatieve technologieën. En natuurlijk gaat jij ook honderden of zelfs duizenden nieuwe mogelijkheden hebben. Misschien denk jij nu dat het kunstig klinkt, maar voor ons allemaal, toen dat project Crypto Unit alleen maar tot stand kwam, dat was eigenlijk heel kunstig voor iedereen van ons. Wij waren bang, wij waren sceptisch. Scepticisme was veroorzaakt onder meer door vooroordelen. Maar nu hebben wij allemaal gezien hoe de crypto-munten zich ontwikkelen. Wij zien ook dat de regeringen, dat de banken, ze beginnen ook gebruik maken van crypto. En zij gaan naar deze digitale wereld steeds meer.
En om de kans te hebben om niet terug te blijven. Om de kans te hebben om in deze nieuwe wereld concurrerend te blijven, te kunnen werken. Wij moeten natuurlijk al deze nieuwe producten bestuderen, al die instrumenten. En dus ja, opleiding, pakket nummer 2 is $5,000. En opleiding nummer 3, die wij hier ook aanbieden, voor de actiebedrijven en ook voor de fondsen, dat is $12,500. Bovendien, er is ook een pakket, al helemaal vol, voor 360 graden, zoals wij zeggen, en dat kost $25,000. En bovendien, jullie komen daar naar onze rating, leiding die jullie bij ons krijgen, zal je de kans geven om dezelfde taal te kunnen spreken met financiële organisaties, de banken. Daardoor kun jij deel worden van onze bijzondere registers. Dus iedereen van ons, hoeveel geven wij uit voor onze opleiding, voor jullie universiteit, zeg maar. En soms in sommige Europese landen moet jij niet gewoon een universitaire voorbereiding moet hebben, maar jij moet ook komen naar de registers van de professionals. En om dat te kunnen doen, zult jij ook kosteloos moeten werken, jarenlang. Je zult veel jaren de nodige voorbereiding krijgen, maar wij geven je die educatie, dus deze videolessen al. En bovendien om deel te worden van onze register, je hebt niet al te veel nodig. Registratie voor de opening van onze back-office, die zal $2,500 kosten. Maar ik zie ook hier een ander cijfer en je kunt me zeggen, Baroni, je bent niet eerlijk. Ik zag dat het goedkoper zal zijn met de toekomst, ja, maar vergeet niet dat in die $2,500 jij zult krijgen, behalve code, ook een bepaald aantal tokens. Die tokens jullie zullen meteen de kans krijgen om inkomens te krijgen door staking. En al die ondernemingen die naar onze lijst kunnen komen tot de lancering van de persoonlijke account, al ze zullen natuurlijk bepaalde voorrechten hebben. Ze gaan die tokens krijgen voor het gebruik. En als ik nu denk aan al die voordelen die ik ga krijgen gedurende de volgende, zeg maar, 10 jaar, dan zal ik natuurlijk ook blij zijn de opleiding voor mezelf te betalen. Dus denk alleen maar, ik krijg de inkomens van staking, ik heb de tokens. De waarde waarvan zal ook stijgen. En zelfs als ik in de toekomst minder ga betalen voor de register, maar die tokens die kreeg ik dan niet meer. De volgende slide, alsjeblieft. En laten we nu spreken over marketingplan. Voordat wij beginnen om dat te bespreken, wil ik jullie nog iets zeggen. Dus we spreken over de fase voor de start van de back-office na. Deze fase, dus het marketingplan hier, zal hier, als wij krijgen het persoonlijke account van ons product. Dus al dat wat wij voor zullen maken, het andere werk dat jullie maken voor EvoRich. Dus het marketingplan hier, waarover wij gaan spreken, op de volgende slide, die begint, treedt in kracht in juli of in augustus, de back office van ons project, concreet van ons project. En totdat wij werken in het kader van onze traditionele marketingplan van EvoRich. En hier, jullie zien, die marketing plan is helemaal fantastisch. Jullie hebben nooit
ergens iets soortgelijks gezien. Dat is geen grapje. Volgende slide alsjeblieft. En laten we nu kijken wat gaan jullie kijken als jullie commissie. Dus level nummer 1, dat is 7%. Dat is de commissie die de wat verdient de digitale verkoper, dus de digital seller. Hij heeft zijn eigen commissie. En hier zal het niet afhankelijk zijn van het feit waar op welk niveau zijn klant zal staan. Hij krijgt die 7% in ieder geval. En ik zou jullie ook graag aan één ding herinneren. Natuurlijk gaan wij ook de digitale garanties sluiten met de particulieren, maar ook met de bedrijven. We gaan aan hun de smartcontracten aanbieden. En al die mensen die zullen aan ons komen vanaf vandaag, maar ook in de toekomst. Al deze mensen zullen de tokens nodig hebben. Al deze tokens zullen zij verwerven door UGP Group. Of zullen zij die kopen bij Unitex Exchange, USDT, en zonder die tokens krijgt niemand. Dus daarom, als ik nu een verdrag onderteken met een particuliere persoon, dan deze mensen willen een recensie hebben, dus ze kopen een educatief pakket, concreet voor ons project. En jullie allemaal krijgen dan 7% daarvan. Als mijn klanten gaan te kopen bij UGP Group die tokens, dan zal natuurlijk door back-office van Everidge nog krijg ik nog een additionele commissie door de aankoop van tokens door mijn klanten. Dus ik krijg dubbele inkomens. Aan de ene kant 7% van verkoop van educatie en de codes. En aan de andere hand, jullie krijgen van marketingplan van Everidge ook. Jullie krijgen ook inkomens door de tokens die werden gekocht. Volgende slide. Dus jullie zien hier alweer die 7%. Als ik verkoop de opleiding die $2,500 kost, dan krijg ik $175 als commissie. Als ik een groot pakket verkoop met $20,000, dan breng ik naar huis in $1,750 USDU. Als jullie weten wat dat is, USDU, dat zijn de units die eigenlijk hetzelfde is als $1. En vroeger in de accounts, de Academy of Private Investor of Everidge, daar hebben we de units gebruikt. En hier zien jullie de USDU's, tokens die wij gebruiken op onze blockchain. En ik wil jullie nog een keer zeggen dat alles zal functioneren zodra wij het persoonlijke account van de digitale garanties lanceren. Dus wat is je successtrategie? Word lid van de gemeenschap, reserveer de code. Dus er wordt toegewezen naar behalen van het examen, dus ik moest geslaagd worden bij het examen. En ik moet dan ook mijn eigen digitale artikelen. Dus ik moet in dit digitale register blijven van 3 tot 6 maanden. Bovendien moet ik ook mijn bedrijf registreren en dan kan ik beginnen mijn activiteiten. Natuurlijk zal ik ook de informatie delen met mijn partners. Zij zullen natuurlijk ook deel van onze willen worden. En zij, ja natuurlijk, want om gebruik te maken van de digitale garanties, zeg maar, mijn klant zal natuurlijk ook belangstelling deel te worden van onze rating. En dan kunnen we in een heel korte tijd de cijfers bereiken waarover wij al vroeger hebben gesproken. Dus wij gaan deze digitale garanties krijgen en wij zullen ook geld krijgen van de banken, van de digitale ondernemingen. En nu komen de laatste drie
slides. En hier wil ik natuurlijk met onze nieuwelingen. Hier vergeet alsjeblieft over de digitale technologieën. Ik wil met jullie spreken over iets helemaal anders. Welke producten, iets waarvan wij gebruik maken duizenden jaren al. Misschien denken jullie dat ik ben gek geworden. Nee, zo is het niet. Maar ik wil met jullie een beetje spreken over de koopkracht van ons geld. En natuurlijk 50% van de bevolking van onze planeet. En mensen die dagelijks rijst eten. En de andere helft van het. Die eten brood dagelijks. Dat zijn de producten die dagelijks worden gegeten. Dus en kijken we op het jaar 2019. Dat is het jaar wanneer Crypto Unit tot stand was gekomen. En je ziet dat een kilo brood kostte ongeveer $3. En toen moest ik betalen daarvoor 2000. Dat waren de prijzen van 2019. In het jaar 20 een kilo brood kost al minder. Dat al 9 kroon. Gaan van de prijs. Dus brood kost al $3, $3,7 kilo. En wat zal er gebeuren in het jaar 2023? Het jaar 2023, een kilo brood zal kosten al $4 en het zal zijn alleen maar 0,03 kroon. En nu kijk op rijst alsjeblieft. En die prijs van rijst zal ook zo ongeveer variëren. Volgende slide en laten we nu kijken nog op twee producten. En hier heb ik een stuk goud. Ook een auto. Maar dat is niet zomaar een auto, dat is een Ferrari. Waarom Ferrari? Niemand ter wereld. Maar. Veel. Zoveel. Wat ook. Dus dat wordt door de banken ook geaccepteerd. De koers 1 tot 1, dat was zo heel lang. Tientallen jaren. Dus en als jullie die aandelen als borgtocht overlaat. En misschien is het een beetje moeilijk met de aandelen. Dus daarom spreken we nu van goud. Dus 2019 kostte 1 gram goud $40 en dat was 27.586 kroon. En in het jaar 2021 was het al duurder. Het was al $55, maar het was toch alleen maar 137 kroon. Dus weer $0,40. En wat zal gebeuren in het jaar 2023? Dat zal ongeveer kosten $75 pro 1 gram, maar is alleen maar 0,65 euro. Tuurlijk, wij gaan daarvan uit dat onze security tokens zullen groeien, dus de prijs zullen groeien en die zullen $114 kosten. Nu wil ik jullie ook tonen onze laatste slide. Die slide moet je natuurlijk. Hier hebben we veel brood en rijst. Als ik vandaag koop brood, dan heb ik 9,3 tokens kroon. In het jaar 2023, als ik die dollars bij mezelf zou hebben gelaten in plaats van brood kopen. Ik zou natuurlijk niets meer kunnen kopen. Ik zou niet meer 1 kilo brood kopen. Dollar ik zou hebben in de tokens getransformeerd. Dus ik koop 9 tokens
En wat gebeurt er dan met mijn tokens? Dat zijn alleen maar 2 jaar. Wij analyseren de prijzen en wij kijken ook naar het verschil in de prijzen. En wat gebeurt er met die 9 tokens, met die $4 die ik heb geïnvesteerd? Hier heb ik al 9 tokens in 2 jaar. Dus de prijzen van de tokens kunnen zo zeer groeien dat ik kan dan niet alleen maar 1 kilo brood kopen, maar 220 kilo brood. Dat is een enorme groei. En denk maar, misschien het voorbeeld met brood is niet mooi, maar kijk, je werkt. Ik werk van morgen tot avond en ook om een beetje geld te kunnen bezuinigen. Dus in 30 en 40 jaar ga ik een pensioen in iedere maand. Ik bezuinig een bepaald cijfertje. En laten wij ons voorstellen dergelijke proportie. Bitcoin of Ethereum, dus noem maar op, speel geen rol wat. Dingen die jullie dus 10 jaar geleden geld hebt geïnvesteerd in crypto. Hoeveel geld zou jou nu al gegaan? Dus denk alleen maar over het potentiële groei van deze cryptomarkt, over het potentieel van de digitale garanties en over het potentieel van onze tokens. Denk maar. Dat in het jaar 2019. We hebben met ons project begonnen. We zijn met ons project begonnen. De portefeuille kostte 12 miljoen. En nu kost die al meer dan $500 miljoen. Alsjeblieft, calculeer dat ook zelf. En maak nu die proportie. Denk daarover na wat de digitale garanties je aanbieden. Je krijgt daardoor de kans om toegang te krijgen aan kredietgeld. En het wordt dan voor je mogelijk om alles uit te krijgen wat je nu niet kunt kopen voor je salaris door deze crisis. En nu wil ik al die mensen aanspreken die niet morgen, maar nu al zullen gaan om over ons project te vertellen aan hun vrienden en partners. Wil jullie zeggen dat nu met een klein bedrag jullie kunnen inderdaad deel worden van het project, dat al jullie problemen gaat oplossen de komende tientallen jaren, dat je leven zal veranderen. Nu neem ik afscheid van jullie. Ik hoop dat dat uurtje voor jullie interessant was. Tot de volgende keer. Doei, mooie avond nog toegewenst.